In deze video leer je hoe je een warmtepomp kan integreren in het SMA Energy System Home. Er zijn een aantal warmtepompen die rechtstreeks kunnen communiceren met de Sunny Home Manager 2.0. De lijst met compatibele warmtepompen vind je terug op de productpagina van Sunny Home Manager. Er zijn heel veel warmtepompen die uitgerust zijn met een Smart Grid Ready Relais. En deze kan je gaan aansturen onder andere bijvoorbeeld door een MOXA-module. Deze module is de IO-Logic E1214. De MOXA-module wordt meegemonteerd in de meterkast via DIN-rail. Je gaat hem nog voorzien van voeding, dat is 24 volt. Je hebt een aansluiting voor de Ethernet-kabel, zodanig dat hij mee opgenomen wordt in het huisnetwerk. En vooraan maak je gebruik van de relaissturing. Dit relais wordt dan gekoppeld aan het Smart Grid relais van de warmtepomp. En zo kan er doorgegeven worden dat er extra zonnestroom op overschot is om bijvoorbeeld het warm water extra te gaan verwarmen. Om de communicatie in orde te maken, gaan we de MOXA-module toevoegen aan de Sunny Home Manager via Sunny Portal. Ik heb de Sunny Portal plant met de Home Manager geopend. De Home Manager is op Sunny Portal geregistreerd volgens de techtipvideo van Sunny Home Manager. Ik ga naar Configuratie, Overzicht apparaten. En daar zie ik de Home Manager staan. Ik open zijn eigenschappen. Ik ga naar beneden, klik op bewerken. En bovenaan zie je staan uitgebreide configuratie, die mag je aanklikken. Wanneer je die aanklikt, komt er een extra tabblad Modbus configuratie. En die hebben we nodig om de MOXA-module te laten communiceren met Sunny Home Manager. We geven hier het IP-adres van de MOXA-module in. Dat kan je eventjes gaan zoeken via een IP-scanner. Als we het MOXA-profiel kiezen, dan openen we meteen dat het poort 502 is voor Modbus en Unit ID 1. Op deze manier hebben we de MOXA-module toegevoegd aan Sunny Home Manager. Dus als we op opslaan klikken, gaat Sunny Home Manager die MOXA-module gaan zoeken. We gaan terug naar overzicht apparaten en we kijken bij overzicht nieuwe apparaten of hij de MOXA-module gevonden heeft. Is dat niet het geval, dan klikken we nog eens op apparaten actualiseren. Het Modbus-apparaat werd gevonden, dus we gaan het toevoegen via de plus. Op dit ogenblik maakt Sunny Home Manager connectie met de MOXA-module. Nadien gaan we nog moeten doorgeven wat er aan die MOXA-module gekoppeld is. Nu de MOXA-module gevonden is, kunnen we deze een naam geven en we klikken op verder. Momenteel kan je nog geen apparaat aan toewijzen, dat doen we nadien bij de verbruikers. Met verder en voltooien gaan we deze stap afronden. Bij verbruikerstype kunnen we aangeven wat er met de verbruiker gebeurt. Gaan we enkel meten, is het zelf te configureren, is een vaatwasser, een wasmachine en zo verder. Kunnen hier ook rechtstreeks de warmtepompen aangeduid worden. In het geval van een MOXA-module gaat het over een warmtepomp die SG-ready is. We kiezen dat profiel. We geven onze verbruiker een naam. We geven standaard mee wat de vermogensopname is. Dat vind je op het typeplaatje van de warmtepomp. We geven ook mee, als de pomp inschakelt, hoe lang moet ze dan minimaal ingeschakeld blijven. Of als de Sunny Home Manager de overschot van zonnestroom terug uitschakelt, hoe lang moet ze dan uitgeschakeld blijven? De verbruiker krijgt ook een prioriteit mee. Zet natuurlijk niet alle prioriteiten op dezelfde hoogte. Apparaattoewijzing, dat is onze MOXA-module die we benoemd hebben. Daarmee zijn alle nodige parameters ingevuld en dan kunnen we op opslaan klikken. De verbruiker is succesvol toegevoegd. We gaan alleen nog een tijdvenster configureren. Om het tijdvenster te configureren zien we een aantal parameters. Wanneer moet de verbruiker aangestuurd worden? Wel, elke dag mag de warmtepomp aangestuurd worden. Binnen welk tijdvenster mag die warmtepomp gaan werken? Ik heb er nu voor de volledigheid van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds gezet. Dat kan ook langer zijn als de zon er is. De maximale bedrijfsduur van de verbruiker binnen het tijdsvenster heb ik nu volledig gezet. Dus de warmtepomp mag volledig gebruik maken van overschot van de zon. Ik heb de warmtepomp ingesteld als een kan-verbruiker.
Dat wil zeggen dat als er overschot aan zonne-energie is, en je kan hier zien, het is 100% zonne-energie, dan kan de verbruiker aangestuurd worden. Dus dan kan de warmtepomp extra gaan werken met dat smart grid relais. Is het minder, dan hoeft die niet aangestuurd te worden. Dus kan de verbruiker wel zeggen, het kan, maar het moet niet. En dan hier met de lamp kan je aanduiden hoeveel zonne-energie moet dat zijn. Is het volledig vanuit de zon of is het oké om een deel zon te gebruiken en de rest vanuit het net? Meestal wordt die voor een warmtepomp op volledig zon gezet. We gaan die tijdsvenster toepassen. En door op opslaan te klikken is onze warmtepomp toegevoegd in het SMA Energy System van de klant. Bij verbruikersbalans en besturing zie je de warmtepomp verschijnen wanneer die de mogelijkheid had om extra energie te gaan gebruiken. Zo is de warmtepomp van uw klant mee opgenomen in zijn SMA Energy System Home en kan hij gebruik maken van de overschot van zonne-energie om ook zijn warmtepomp te gaan aansturen.